Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regenfiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Ja, Tom, je hebt 1 seizoen hier gespeeld bij Excelsior 31. Welk gevoel had je bij de club toen je hier de voorbereiding erop had zitten? Toen had ik een goed gevoel bij de club. Ik dacht al mijn insteek was natuurlijk om een basisplaats te veroveren. Ik kwam natuurlijk bij HC weg, waar ik spoor niet zo heel veel gespeeld had. Dus ik wilde hier gewoon een basisplaats veroveren. Ik zag altijd toen ik hier kwam dat het een grote club was. Dus ik wist dat ik daar hard van moest werken. Dus ik had er al gezonde zin in om daar te beginnen. Ja. Uiteindelijk vond ik het ook zeker leuk. Dus ja. In het begin van het seizoen stond je nog wel eens naast het veld. In het begin moest je op de bank beginnen. Maar daarna hoorde je al heel snel tot de vaste basis 11. Welke stappen heb jij gedurende het seizoen gemaakt? Ja, dat is altijd een beetje lastig om van jezelf te zeggen. Maar ik denk dat ik met name in voetballend opzicht een aantal stappen heb gemaakt. Kijk, als verdediger, daar liggen denk ik op mijn kwaliteiten. Zoals ik ook hier in het begin interview zeide, ja. En dan, op voetballend opzicht moet je toch even wennen. Maakte ik op het begin een aantal fouten in. Ik denk dat de trainer me toen ook terecht af heeft gehaald. Hè. Maar als je dan lange tijd hier speelt en ook... ik heb het vertrouwen gekregen van jongens. Hè, en van de trainer ook duidelijke informatie over hoe ik eraan moet werken. En ik heb toch gewoon geprobeerd om dat aan te passen. Hè. En dat gaat natuurlijk ook met vallen en opstaan. En niet altijd met een lach. Dat moet je graag willen. En uiteindelijk is dat wel goed uitgepakt. En kwam ik te spelen. En dan vecht je er ook elke week voor om dat vast te houden. Ja. Nou, dat was ook altijd wel duidelijk te zien, emotie in het veld bij jou. Na de winterstop kreeg jij te horen dat Excelsior 31 niet met jou verder wilde richting de toekomst. Wat heeft dat met jou gedaan? Ik ben ook geen heilige. Laat ik eerlijk zijn, ik was na de winterstop weer heel, heel flink pist. Hè? En natuurlijk, ik heb een mooie tijd gehad hier, maar ook wel mijn momenten gehad waarbij ik dacht van, jongens, zak er even lekker in. Ja. Hè? En daar ga ik ook niet om liegen. Maar ik ben gewoon eerlijk, toen ik hoorde dat ik hier weg moest, toen dacht ik wel, jongens, een hoog ouder is hem, donderstinga. En dan zal ik jullie hem laten zien dat we hier nog wel even wat puntjes gaan pakken. En dat is natuurlijk op het begin wel een beetje frustratie, hè? Ook wel richting TCM trainen. En dan probeer je extra nog eens te manifesteren. Uiteindelijk heb ik dat eigenlijk gewoon omgezet in een positief gevoel, want uiteindelijk koop je daar niks voor. Hè? Je kunt nog zo wrang en boos blijven, maar die energie die je daaruit pakt, dat is niet top. Dus uiteindelijk is dat ook gewoon heel vrij snel alweer rechtgetrokken. En dan had ik zoiets van, ik wil er gewoon vol tegen aangaan. Ik wil mezelf laten zien. Er waren een aantal wedstrijden bij waar het gewoon heel erg lekker ging. Ja, en dan is dat gewoon mooi natuurlijk. Hè? Ja. Dus uiteindelijk sluit ik ook gewoon met een positief gevoel af. Hè? Ik heb goed kunnen werken met iedereen hier op de Coeurbelt. Dat is gewoon belangrijk voor mijzelf ook. Ja. Ja, je hebt daarna in een interview ook nog wel een keer aangegeven dat je dolgraag had willen blijven. Wat maakt Excelsior 31 en Tom Brummelhuis nou zo'n goede combinatie? Wat de combinatie denk ik prima maakt, is dat ik gewoon het idee heb bij deze groep dat er echt wat in zit. He, met deze groep valt wat te halen en is die stap naar de derde divisie te bereiken. He, en denk ik dat we dat in de laatste fase bij de wedstrijd tegen bij Capelle ook laten zien. He, maar dan moet hier en daar moeten we nog wel wat verbeteren. He, en dat zag ik gewoon. Kijk, ik vind het gewoon heel leuk om met dit team te werken. He, en het idee te hebben dat we echt die stap kunnen maken. He, en die potentie zie ik daar gewoon in. En ik wil daar graag onderdeel van uitmaken. He? Als jongen van de regio, dan wil je daar gewoon, wil je toch hier graag bij zo'n club spelen. En dan had ik dat graag nog een jaar aan bijgedragen. He? En ik zal je heel erg zeggen, nog steeds vind ik het jammer. He? En ik had graag bij Excelsior willen blijven. Niet alleen om het elftal en de technische staf, maar ook gewoon, ik voel me hier wel bij deze club thuis, zoals ik eerder gezegd heb. En daar wil je er gewoon vol ting aan om ook resultaten te laten zien hier. Want met zo'n ambiance zoals dat hier altijd is, is dat gewoon mooi. Ja. Dus ja. Die combinatie. Nou, mooi antwoord. Uiteindelijk toch een hele mooie nieuwe club. Kwik 20. Hoe trots ben je op jezelf dat je toch misschien wel weer een stapje hoger kan?
Ja, nou, wat is trots? God, het is niet dat ik een super gat in de lucht heb. Ik ben er blij mee. Hè? Ik ben wel, ik heb nooit zo'n heel triomfantelijk gevoel of dat ik hier nou zo erbij geloop. Ik ben er gewoon blij mee dat ik die stap heb kunnen maken. Hè? Ik ben er blij mee dat ik niet het beeldje erbij neer heb gegooid en de tas hier in de hoek heb gegooid. Maar dat ik gewoon met de jongens ben blijven doorknallen. Dat Hielk en Isa me erbij hebben gevraagd. En dat we gewoon gezegd hebben van jongens, we gaan een half seizoen tingen. En we maken er gewoon wat van. Hè? En nou, je kunt dan zeggen, de resultaten vallen misschien wat tegen. Maar ik heb voor mezelf en ook voor het team, heb ik ook gewoon hele mooie punten gehad en mooie wedstrijden gespeeld waar ik gewoon met plezier op terugkijk. En waarin ik ook echt het idee heb gemaakt van, nou, we hebben als team, maar ikzelf denk ik ook stapjes gemaakt. En dat er dan een mooie club komt, waar ik eigenlijk ook weer een nieuw avontuur mee aan ga, dat is alleen maar mooi. En ja, dat vind ik gewoon voor mezelf leuk, want ik wilde graag op hoog niveau blijven spelen. En als dat dan daarbij kan, dan ben ik daar heel erg blij mee. Trots is, ja, natuurlijk, maar ik was ook trots dat ik hier mocht spelen en hier de club mocht verdedigen. Ja, dat is voor mij ook mooi. Hè? En als dat bij Kwik 20 ook mag, dan vind ik dat ook top. En ga ik daar net zo weer aanstaan als nu. Ik heb er nog altijd plezier in, dus daar gaan we voor. Ga je nou het meest missen in reizen? Ja, nou, dat zijn meerdere dingen. Wat ik het meest ga missen is natuurlijk, ik hou gewoon van het plezier wat rondom de voetbal ook heen zit. Ik ben niet iemand die alleen maar komt voetballen hier met het autootje om hier even een potje te ballen en vervolgens terug te gaan. Ik vind juist de dingen eromheen ook net zo belangrijk. Ik wil na het einde een lekker biertje kunnen drinken. Ik wil op een trainingsavond even kunnen ouwehoeren met de jongens en een paar geintjes kunnen maken. En dat vind ik net zo mooi eraan. Hè? En dat je daar uiteindelijk keihard voor moet werken om zaterdag tot een resultaat te komen. Hè? Net over die grens om zo'n resultaat te bereiken. Ja, dat gevoel, dat is het dat ik het zo leuk vind om op dit niveau te spelen. En zolang dat met plezier gaat en af en toe ook tegenslagen. Ja, en om daar weer doorheen te komen en daar weer van op te staan. Ja, dat is gewoon het mooiste gevoel. Hè? En om dan na zo'n punt hier op de Koerbelt een doelpunt of een overwinning te vieren. Hè? En iedereen neemt je mee in die beleving. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. Wil jij nog iets kwijt tegen de supporters? Jawel. Ik ben wel heel erg blij dat alle supporters hier mij altijd eigenlijk gesteund hebben. Hè? En dat heeft mij wel echt geholpen om na de winterstop ook echt vol voor te gaan. Hè? Er waren ook wel wat kritische noten, maar de mensen waren overwegend altijd zo van brummeleus, hè, zet hem op en ga ervoor. En hey, ik vind het mooi dat je doet. En dat vind ik toch wel dingen dat, dat heb je nodig als speler, hè, dat mensen jou daarin steunen. En dat hebben ze altijd gedaan. En daar ben ik gewoon wel blij mee. En dat is mooi als voetballer. Want laat eerlijk zijn, daar doe je het ook voor. Hè, voor de mensen hier. Dus ik ben blij voor de steun die ze me hebben gegeven. En gewoon ook de lol die ik met die lui heb gehad in de kantine na de tijd. Hè, even dollen, even de geintje. Ja, daar hou ik gewoon van. En daar ben ik hartstikke blij mee. Dat is goed. Zeker. Heel veel succes in Oldenzaal en heel erg bedankt voor jouw inzet en voor al die mooie acties hier bij Excelsior 31. Nou, jullie ook allemaal bedankt en mooi dat jullie het altijd gevolgd hebben. Top. Graag gedaan. Tot ziens. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.